Hoppatee, ne goeie wienersnitchel. We gaan de Denemarken ook niet op ons volgende herdenkingspunt zetten, godverdomme. Oh, la voilà, mevrouwtje, moet ik dat hier blurren? Wacht, neem je aan de andere kant voor YouTube, mijn jonge kijkertjes. Kijk de kiddo's, is heel wat een cool beeldje. Goed, bon, nieuwe dag, nieuwe uitstap in Kopenhagen. Dag tenneke tijd voor een keer te zien wat dat er eigenlijk allemaal... Wow, is dat een boot? ik ga het dat doen. Maar ik dacht, het is een tijd voor een nieuwe uitstap te doen. En deze keer gaan we een beetje dieper naar de zee toe. En hier zou ergens de kleine zeemermin moeten verstopt zitten. Ik heb ze nog niet van, maar bon, we gaan ze wel vinden. Dus ja... Laten we daar eerst naartoe gaan. Hé. Ah ja, en die boot waar ik het over had, dat ligt daar een militaire boot. En je kunt hier ergens een museumtour op een militaire boot doen. En ik wist niet waar dat lag. Dus ja, daar. En potverdikke, had je dat in een windhoorn zeker? Dat had je niet juist, nee. Dacht dat dat in het water stond. Waar is dat die river? Ja, tot de pijs, nee. Waar dat toeristische attracties zijn, daar zijn ook altijd toeristen. Dus ja, daar is de zeemermin. Ja, daar staat ze dan, hè. Met de nadruk op klein. En ook op een prachtlocatie met al die fabrieken op de achtergrond. Echt. Ik had eigenlijk niet beter kunnen plaatsen. Zo min in het centrum, alle mooie gebouwen. Nee. Maar zo voor fabrieken. Trouwens, als jullie geïnteresseerd zijn, kunnen jullie altijd een boottoertje doen. En dan kunnen jullie de zeemermin van de achterkant zien. Ja, gelukkig. Is de zeemermin niet het enige dat hier te doen is, want er is hier achter mij ook nog een prachtpark. En dat kunnen wij ook nog gaan verkennen. Oh, la voilà, mevrouwtje, moet ik dat hier blurren? Wacht, neem je aan de andere kant voor YouTube, mijn jonge kijkertjes. Kijk de kiddo's, is heel wat een beeldje. Dat noemt hier dus het Churchill Park. Parken, oei. Parken, ja, die zeggen hier een meervoud, want blijkbaar zijn er meerdere parken. En dat was natuurlijk omdat Churchill dacht dat er hier stif vele ging gevochten worden en dat dat hier een goede naam ging zijn voor een battle. Maar ja, de prank is aan hem, want er is hier nooit gevochten geweest. Ja. Kan gebeuren, nee. Nee, ik heb het eventjes opgezocht en vroeger stond er hier dus een kasteel en werd die goed gebruikt als defense mechanisme. Maar in de tijd van de Tweede Wereldoorlog werd Denemarken bevrijd met de hulp van het Britse leger en om hen te danken hebben ze dit park naar Churchill vernoemd. Dus dat is de echte reden die hierachter zit. Dus dat gaat heel waarschijnlijk een memorial zijn om alle gevallen Deense en geallieerden te herdenken. Maar in Denemarken is er eigenlijk niet zo heel zwaar gevochten geweest in de Tweede Wereldoorlog. Dus hier kun je nog heel veel intacte bunkers en eigenlijk ja, plaatsen die gebruikt werden door de Duitsers tijdens deze bezetting bezoeken. Want eigenlijk is er hier niet zo heel veel kapot gegaan. Tom, moet jij nu juist door mijn spel zitten klokkenluiden? Jongen. Maar goed, tot zover de geschiedenisles voor vandaag. Even super vreemd, want ik dacht dat ik even ging binnenstappen in een klein stadje waar dat vroeger een kasteel was. Maar nee, dit is een militaire basis, dus ik ben nu echt op een militaire basis. In België, never. Je mag niet zomaar even als toerist op een militaire basis. Hier, ik ben echt gewoon binnengewandeld. Ik heb moeten twee militairen passeren. Die laten de auto's door van andere militairen, want anders mag je hier niet oprijden. Je mag hier ook niet fietsen. Je mag hier ook niet overal staan en gaan waar je wilt. We zijn dus letterlijk al die gebouwen hier achter mij worden gewoon gebruikt voor militaire doeleinden. Dus dat loopt hier vol met militairen. Natuurlijk, ja, ik mag niet overal zomaar filmen waar ik wil, want ik mag geen mensen zoals politie en militairen zomaar op YouTube smijten. Dus ja, ik moet een beetje oppassen wat ik hier wel niet allemaal ga filmen, hè.
En dit is hier ook een herdenkingsplaats, midden op de militaire basis, ja, want dat kan. En ja, dit plakkaatje betekent een tijd, een tijd, een plaats en een mens. Want zo goed Deens kan ik ondertussen al. En we gaan eventjes kijken. Hier staan er allemaal plaatsen op. Eerst dacht ik, dat zijn alle landen, maar toen zag ik dat België er niet tussen stond. Dus ja, ik hoop dat het een land zijn waar dat er gevochten is, want België heeft blijkbaar niet gevochten. We gaan de Denemarken nog niet op ons volgende herdenkingspunt zetten, godverdomme. Dus het zijn niet alle landen waar dat er ooit gevochten is geweest, het zijn alle landen waar dat er Denen zijn gestorven. Dus deze muur hier is volledig toegewijd aan allemaal militaire Denen die gestorven zijn in oorlogen die overal ter wereld aan plaatsen vonden. Bijvoorbeeld, hier heb je Congo, waar dat sergeant Arne Roland Hansen, wat dat lijkt echt op een Nederlander, hoe kan dat nu? Ja, bon. Dus deze man is gestorven in 1961 en zo hebben we er superveel anderen. En natuurlijk, ja. Jammer genoeg, er is nog plaats over. We hebben nog steeds niet geleerd uit het verleden en we blijven maar oorlog maken met andere landen. Soms probeer ik ook nog een beetje entertaining te zijn op plaatsen zoals deze, ook al is dat eigenlijk super triest dat mensen dan moeten sterven voor nutteloze oorlogen. En ik probeer af en toe een beetje informatieve informatie te geven aan jullie via geschiedenisweetjes en zo. Maar natuurlijk, het moet entertaining blijven en weet ook dat ik alles super serieus pak van zo'n herdenking. Ik zit hier niet te lachen met die mensen, wil ik er toch eventjes bij vermelden. Keep off the grass. Godverdomme. Het zitten naar koters. Nu, jullie kunnen waarschijnlijk wel inzien dat dat 100 jaar geleden echt een vrij strategische locatie was. Nu, ze hebben waarschijnlijk zelf gebouwd, want die hoogtes zijn hier waarschijnlijk gewoon aangelegd geweest. Dat is niet natuurlijk. Maar je hebt hier eerst water, dan een heel steile helling waar je op moet raken met heavy armor, met wapens die nog moeten werken in het water. Dus dat is niet zo vanzelfsprekend om dat hier eigenlijk te gaan overvallen of aan te gaan vallen. Dus voor kastelen en eigenlijk alles dat hier in de geschiedenis is gebouwd geweest en nu ook als militaire basis, is dat eigenlijk zeer strategisch goed gezien als defenselinie tijdens aanval. Maar ja, nu natuurlijk. Wie gaat er Kopenhagen aanvallen? Ja, Poetin misschien, maar we gaan er nog niet vanuit gaan, hè. Maar goed, ik denk dat ik het hier nu wel een beetje gezien heb. En nu ga ik het centrum in om te zoeken naar eten. Want het is al bijna 3 uur en ik heb echt honger. Ik heb dus besloten om eens te eten in het Buka bakkerij. Dat is een van de bekendste bakkerijen in Kopenhagen. Je hebt er eigenlijk keiveel van zulke bakkerijen. Maar ik denk dat er geen plaats gaat zijn om te zitten, zo te zien. Dus ga ik het gewoon meenemen in mijn kot. En hoop dat het overleeft. Moeilijk kijken hoe lekker dat eruit ziet. Oei, oei, oei. Er hing een papiertje voor de deur dat er 200 meter verder meer zitplaatsen en nog meer lekkernijen waren. Dus we gaan eerst daar naartoe gaan. Als we nog steeds geen zitplaats hebben, dan toch terug naar kot. Hey, what can you do? Hi, can I have a pistache croissant, please? Of course. You're staying here? Yes. Here? Yeah. Thank you. Yeah, that's it. Perfect. Okay. Enjoy. Thank you. Ik heb dus toch een zitplaats kunnen verkrijgen. En ja, gelukkig moet ik niet helemaal terug John, naar mijn kot. Want het is nog een hele grotere croissant. Ik ging eigenlijk 2 pakken, maar dus aan de size te zien ga ik toch gewoon mijn eentje laten. Het ziet er wel zeker niet slecht uit. Ik heb een pistache croissantje genomen. Dus ik heb er zeer veel zin in om het te proberen. Hoe eet je zoiets zelf? Het is wel echt lekker. Ja, het is pistache, maar ik weet niet echt precies wat het is. Maar het is een soort van cream pistache die hierop ligt. Dus echt wel lekker. Echt de moeite. Ik zou het zeker aanraden als je er bent. Dat was de duurste, maar ook wel de lekkerste croissant dat ik van mijn leven gegeten heb. Dus als je de kans hebt, zou ik het wel aanraden. Maar je moet er wel 6 euro voor over hebben voor een croissant. Het is wel een grote, dus je kunt er geen 2 eten. Maar het is nog altijd wel vrij duur. Goed, vandaag gaan we er weer een schoon gerechtje maken. En wat hebben we daarvoor nodig? Ten eerste, belangrijk, de pan. Wat hebben we er eigenlijk nog voor nodig? Ja, ik heb er al wat boter in gedaan voor die goede smeurige smaak.
En dan het belangrijkste. Hoppatee, een goede wienersnitzel. Ja, of dat van een wiener is, dat weet ik nu niet. Maar er stond op schnitzel, dus dat is het belangrijkste. Oh, 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 nog niet in de pan. Voor ze biedt. We gaan eerst dat boterke laten smelten. Nee, hoppatee. Unluck. Ah, verdomme, ik ga al niet in mijn eigen kook blazen. Kijk, tikke. Dat is een goed gesmolten buiterke. En nu gaan we daar natuurlijk onze wieners bij toevoegen. Hoppatee. En dan gaan we daar natuurlijk ons bijgerechtje bij doen. Daarom dat het een bijgerechtje noemt. Want ja, gewoon een beetje vlees eten, dat is niet fatsoenlijk. We eten natuurlijk deftig en we doen daar een beetje apachatten bij. Goed, de verpakking zegt wel dat moet in de oven. Maar we gaan er al niet van aantrekken, want dat werkt hier even goed gelijk in een oven. Je kunt daar al hetzelfde mee doen. Kijk, tikker, hier is een schoon skelleke wiener schnitzel. Een beetje patatten. En dan nog een beetje sla. Kijk, tikker, hier is een schoon goed gerechtje. En nu nog een beetje mayonaise voor dat af te werken. En dat is helemaal in orde. For what you say to me, look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unseal, key in ignition. Just keep me full like I had a meal. Once in a while, feel all that I know you like it, can't fight it. I'ma let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves.